Zoek je nog coins? Ga dan naar www.justvivacoins.nl, de link staat in de beschrijving. En dan ja, even vergeet geen niet de code HARD, alle letters en hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. Yo mensen, ik ben Mark van Hard Dynasty AD en dit kan je een kijkje door mijn club noemen, maar met het WK-fut dat er is. En mensen die misschien wat minder normale FIFA-weerden spelen, wil ik jullie vier teams laten zien waar ik op dit moment mee speel en waar ik gewoon veel plezier mee heb op dit moment. Team 1 is een liga bva team met, ja, twee niet-spelers, dat leg ik zo uit. Maar de verdediging is vrij normaal. Kort, was keeper die gebruiken we allemaal wel eens. Dus ik gebruik hem vooral graag omdat hij gewoon echt mega lang is. Ik bedoel 6 voet 6. Dat is gewoon dik 2 meter. En dan heb je nog Eliseo. Ik heb hem een keer gebruikt in een cheap team, 5K of zo. Toen. En hij was zo fijn dat ik gewoon nog een keer moest gebruiken. En naast de Pace stat 71, 73, 76, 75. Fucking baas gewoon. Pepe en Pujol als centerbacks. Dat is vooral omdat Pepe is meer PC gedeeld van de twee. En allebei hebben ze medium-high work rate, wat ik heel erg belangrijk vind in centerbacks. Gewoon omdat je dan niet echt heel genaaid wordt op de counter, weet je wel. Je hebt altijd nog wel iemand die meestal achter is. En dan hebben we rechtstreeks gewoon Fran. Ja, ik weet niet, ik vind hem gewoon goed. Hij is niet heel groot. Hij is niet enorm snel. Maar hij doet gewoon het werk, weet je. Dan hebben we nog Ander Herrera en Thiago. Nou, Thiago heb ik al vijf aken gebruikt. Dus ik weet dat hij goed speelt. Ander Herrera heb ik voor het eerst gebruikt. Het is, ja, het is oké, okay, weet je. Het is, niet okay. het is geen Chavi of ofzo, maar hij doet echt heel goed zijn werk. Je moet gewoon niet al te moeilijke dingen met hem gaan doen, want het is geen god. Maar hij doet gewoon goed zijn werk. En als je dat doet, weet je, dan kan je best wel mensen verrassen. Cam is Isco. En hij niet heel veel mensen vinden hem niet fijn spelen. Ik ben niet een van die mensen. Zijn dribbling is niet van deze wereld. Het is echt super goed. En gewoon ook zijn passing gecombineerd, echt superhandig. enige nado is drie skills. Maar ja, wat doe je eraan, hè? En dan linksvoor is Jesse Rodriguez. Hij heeft weinig uitleg nodig, denk ik. Hij is fucking snel. Kan goed dribbelen. Heeft een redelijke passing. En een oké okay schot. Rechtsvoor is Feo. Uh, ik had daar eerst Sanchez, maar ik had geen goede liggen bij BVA Spits. Dus ik ging gewoon voor de volledige Spaanse combinatie. Dus daarom Feo. Ik had hem en ik dacht, ja, weet je wat, waarom niet? Ik heb hem nog niet gebruikt dit jaar. Maar hij is best wel goed natuurlijk super snel. En heeft een redelijke voorzet. Nou ja, Negredo. Ik zei laatst dat ik niks had met linksbenig spits op Sturge. Na, Negredo is natuurlijk een uitzondering. Terwijl je mijn phone misschien in de achtergrond hoort. Boeit geen zak. Hij is een god. Weet je, hij, hij heeft weinig uitleg nodig. Dan gaan we naar het volgende team. Dat trouwens niet op de namen van de teams, zo boeien we zak. Maar dit is mijn Serie A-teampje. Het is allemaal uit de packs trouwens, wat ik gewoon in mijn club had. Consigli, um, of Consigli, hoe je het uitspreekt. Het is, het is een solide keeper. Hij is goed. Het enige nadeel wat ik met hem heb is... Ja, hij is niet enorm groot voor een keeper. Maar hey, dat is op zich geen probleem. Als je gewoon deze defensie hebt. En Constant, ja, weet je, solide, I guess. Wat iedereen gebruikt hem. Hij is oké. Okay. Um, Caceres en Chilini als centerbacks. Allebei medium high work rates. Allebei lekker snel, goede verdedigers. Niks op aan te merken. Maicon heeft ook niet uiteindelijk nodig. Ik vind zijn schot enorm fijn. En rechtsbacks <coughs> uh, Die worden bij mij vaak aangespeeld omdat ik graag over de vleugels ga. En Maicon ja, is een aanvallende rechtsback, Dus die komt vaak in mijn spel voor. Is een goede speler. Sentimits zijn Inler en uh, Akilani heet hij. Akilani vanwege zijn kaarde longshot. Gewoon echt kan je niet omheen. Dat, dat schot is gewoon keihard omdat ik hem laatst voor het eerst gebruikte. En dit is inderdaad echt. Ja, ook de camera dat ik hem geef, Het is echt een powerhouse. Het is echt een krachtpatser. En super fijn om te gebruiken. Cam is Palacio. En dat komt omdat ik geen goede Cam had. En ik vond dat hij best goede stats had. Waardoor ik dacht, hmm, hij zou als Cam wel kunnen werken. En dat doet hij ook absoluut. Links voor en rechts voor zijn Florenti. En Totti. No totti, no party. Il Capitano is een god in FIFA. Uh, Llorente in de Spits. En dat is gewoon. Ja, ik wilde geen Ibarbo gebruiken. En met, met een team met best goede passing, wat ook wel degelijke bal zal geven. Hij kan alles afmaken en is een geweldige kopper natuurlijk. En dan gaan we naar het volgende team alweer. Nummer 3 van de 4. Dat heet Yes. En nog nogmaals, er zit geen betekenis achter. Maar daar zitten Joe Hart in en de defensie is armero voor Terry en Richards. Richards vooral omdat hij gewoon echt een enorme krachtbadster is. Terry, omdat hij gewoon echt enorm goede verdediger is. En Verdomme is nog wel als uitpositie. Er is een high attacking work rate en medium defensive. Dus Terry is daarom dat een beetje op te vangen. Armero is super snel. De fijnste linksback in de Premier League, naar mijn mening. Centermids zijn Wilshire en Leroy Fair. Fair is onderhand wel bekend. Dat is gewoon een non-rare gem. Dat is echt een geweldige speler. En Wilshire is super behendig voor mij altijd. Hij heeft een heel goede pass. Dus hij ben niet echt een geweldig schot. Maar behalve dat, is de heel fijne speler. Gerard, long shots. Alles mee gezegd. En dan nog Shurley, die iedereen wel eens heeft gebruikt. Hij heeft niet veel uitleg nodig, denk ik. En Via Walker had ik nog niet gebruikt dit jaar. Ondanks dat hij een onterechte downgrade heeft gekregen. Ik heb hem nog niet gebruikt en daarom zit hij in dit team. Hopelijk is hij goed en is hij niet all pace, want dat zou een beetje jammer zijn. En Wilfried Boni heb ik al een keer gebruikt dit jaar. En hij was heel goed voor mij. Alleen zijn dribbel vond ik erg kut en dat vind ik nog steeds. Alleen afmakend en zeker koppend is hij gewoon niet te kloppen. En daarom is hij het spits in mijn BPL team. En dan het laatste teamje wat mijn favoriete league in de game is, nog altijd net als vorig jaar, dat is de Liga Portuguesa. Arthur Moraes op doel. Ik vind hem echt een heel fijne keeper. Ik vind hem fijner dan Helton, omdat hij voor mij gevoel meer klemmen heeft. Maar dat is puur hoe het voor mij werkt. De defensie is Cicuiera, Mangala, Garay en Danilo. Danilo is de meest all-round rechtsback in de game volgens mij. Durft met zekerheid te zeggen, zijn team Season heeft serieus je doodsbang van worden. Garay omdat hij echt 1,95 is of zo echt enorm sterk. Mangala vanwege zijn Pace en double high. Ja, weet je, het is nogal high defensive ook. Dus het is geen enorme ramp. En Siquiera omdat gewoon de beste linksback is uit de league. Serieus, hij is beter dan Alexandro. Uh, Amorim had ik in mijn club, heb ik gewoon nog nooit gebruikt. En ik had niet heel veel Portugese centermids. Hij stelt niet te luren. Hij is een degelijke allrounder. Hij doet, hij doet zijn werk, weet je, en niks bijzonders. Hij valt niet echt op in wedstrijden. Enzo Perez. Ja, ik vind hem goed. Hij heeft medium-high work rates. Is super sterk aan de bal. En houdt hem ook gewoon goed bij Het is niet zo'n sentiment die gewoon sterk is en niet een bal aan kan nemen. Maar 82 dribbling is het een enorm goede speler. Dan hebben we het aanvallende trio. En dat bestaat uit Varela. Die ik vorig jaar gewoon echt enorm fijn vind. En daarom nog een keer moest gebruiken. En hij is nog steeds heel goed. Rechtsvoor is Carrillo. Ik had hem gewoon in mijn club. Ik weet dat ik hem vorig jaar oké okay vond. En hij is gewoon nog steeds goed. Hij heeft 68 passing, het voelt veel beter. Maar ja, alles voelt goed als je Jackson Martinez als spits hebt. Ook enorm fijn weer. Hij is belachelijk OP. Zijn team kaart schijnt geweldig te zijn, maar ik kan het met deze kaart heel goed doen. Maar goed, dit zijn de vier teams waarmee ik op dit moment nog speel en plezier heb in FIFA. Als jullie een keer reviews van een van mijn teams willen zien, of jullie willen een keer dat ik jullie team reviews zoals Pentus ook doet, laat me dat dan weten in de reacties. Laat een like achter je genoot onwijs bedankt voor de support op Duitsland te live. Ik zal heel Divisie 1 live doen. Maar goed, dit waren mijn teams. Hopelijk denken jullie van, hmm, hiervan wil ik wel eens eentje reviewed zien worden. Of een van jouw teams reviewed. Dan merk ik het inderdaad wel. En zoals ik al zei, tot ziens.